Dennis en Kelly Jacobs uit Millingen aan de Rijn hadden anderhalve week vrijgemaakt voor een roadtrip door Florida. Het liep echter helemaal anders voor het koppel. Want na 3 dagen kwamen de eerste berichten over de orkaan Irma. Kelly Jacobs vertelt het verhaal over een gedroomde vakantie die uiteindelijk een regelrechte ramp werd. Nee, toen we daarheen gingen was het gewoon niks, geen veldje aan de lucht, zal ik zo maar zeggen. Hoe wij geïnformeerd zijn over de orkaan is, Toei heeft ons een sms'je gestuurd op woensdags. Van, goh, zoek een veilig onderkomen, want er komt een orkaan aan. Ja, na de orkaan, dan ga je om je heen staan kijken waar een ravage er eigenlijk achter is gebleven. Je ziet bomen omliggen, de grootste bomen, en denk, hoe kunnen die omwaaien? Overal liggen palmtakken, er liggen verkeersborden liggen om. De stroom is, doet het niet. Maar ja, het besef begint langzaam door te dringen. Ik denk van, je vakantie, die droomvakantie is eigenlijk gewoon een ramp geworden. En je denkt, ik heb eigenlijk nog 3 weken nodig om bij te komen inderdaad van die vakantie. De eerste dagen was het echt letterlijk janken gewoon. Spanning, het hele lichaam zonder spanning, omdat je gewoon niet weet wat er op je afkomt. Ja, er is zo weinig informatie. En vervolgens hoor je ook nog dat de lokale bevolking in paniek gaat raken en gaat evacueren, omdat dit de grootste orkaan is die er tot nu toe over heel Florida heen is gekomen. Ooit zou ik nog wel een keer terug willen, maar dan wel in een andere periode. Dus eigenlijk kun je beter van december tot juni zo'n beetje gaan, dan is er geen orkaanseizoen. Maar die wens om terug te gaan is er zeker wel. Ja. Afgelopen vrijdag kwam het stel weer terug uit Florida en werd onthaald door familie en vrienden in Millingen.